I'm glitching like a Het is weer donderdag! Patchdag! Daddy, hij is gepatcht, het is patchdag! Het is donderdag, patchdag, gasten! Goeiedag, welkom terug! Mijn naam is Daddy Cool en we gaan eens even kijken of de dingen gepatcht zijn. Nou, in ieder geval, dit is de nieuwe auto. RC to car werkt nog steeds. Je zag het. Ik heb achterop al de Yankee kentekens. Voor de rest heb ik alle Benny straffen gesloopt. Maar daar maakt verder niet uit. De RC car to auto, die werkt nog wel. Dus de Benny-verseren van auto's is nog mogelijk. En dan gaan we even kijken. We gaan even kijken naar de paardjes. Kijk, we hebben ook een nieuwe auto op het podium staan. Dus dit is ook al helemaal nieuw. We zitten dus echt na de update. Waar ik al achter ben, is dat de God Mode glitch nog werkt. Dus dat betekent dat de mega snelle duplicatie glitch nog steeds werkt. De God Mode glitch, dus mega snelle duplicatie glitch. De solo money glitches werken ook nog steeds. Alles werkt tot op heden nog steeds. Alleen de paardjes. Ha, de paardje. Hotje. We gaan eens even kijken bij die paarden. Eens even kijken of ze nog. Of we ze door de paardenworst moeten heen malen of zo. Ik weet het niet. Even kijken of ze nog. Als ze nog wat willen. De glitches aan zich, die staan hier beneden. Ik heb een klein linkje erbij staan. Daar staat erbij, deze glitches werken nog. Dat is een mapje. Dat is een afspeellijst. Daarin vind je ook deze glitch. Hè. Wat ik nu voor ga doen, dat ga ik niet helemaal vertellen. Maar dat is gewoon de arme sloeber glitch 4.0. Daar heb je dus niks voor nodig. Alleen maar een PlayStation 4. PlayStation 4 met een touchpad. En met die touchpad, daar doe je dit trucje mee. Het trucje wordt nogmaals nadrukkelijk uitgelegd in editie 4.0 van de Arme Sloeber Glitch. In de map. Deze GTA glitches werken nog in de afspeellijst. Dus, ook de afspeellijst, daar vind je ook de solo money glitches. Daar vind je dus de mega snelle duplicatie glitch. Daar vind je de God Mode glitch. En de vraag is, doet de paardjes het nog? Hotje. Moet hij wel winnen natuurlijk. Oké. Evens, ik heb ingezet $200 en ik krijg 20.000 chips terug. Lekker man. Hij werkt nog steeds. En iedereen die roept, Daddy, hij is gepatcht. Heb ik maar één antwoord op. Jullie skills zijn gepatcht, gast. Jullie skills zijn gepatcht, want de paarden doen het nog steeds. Ja, ze hoeven nog niet door de worst heen. Ze kunnen nog even mee, ja. Oké, dus ook even kijken hoor. Je moet ze af en toe een beetje aanmoedigen. Het is, geweldig jongen. Ik heb nooit geweten dat er zoveel, dat ik dat zo leuk ging vinden met die paarden. En natuurlijk, omdat het voor arme sloepers is, hè. Je hebt maar 10.000 chips nodig. Dat is $10.000. En dan kan je deze glitch al doen. Je hebt geen huizen nodig, je hebt geen auto's nodig, je hebt geen MOC nodig, je hebt helemaal geen CEO nodig, je hebt helemaal niks nodig. En je kan gewoon op die paarden wedden. En als je het een beetje goed doet. Nou, ik heb al zoveel berichten gezien van gasten die zijn er echt op binnen gelopen. Echt arme sloepers die nu in één keer rijk en stinkend zijn geworden. Ik vind het fantastisch. Kom op paardje 6, je kan het. Dat is natuurlijk de allerbeste. Die heeft natuurlijk het allermeeste, daar haalt hij naar binnen. Oh, gaat het niet redden. Paardje 6 opzieten. Straks gaan we je naar de poelier brengen. Dan ga je er doorheen. Dan gaan we je naar het abattoir brengen. En dan ga je gewoon helemaal... Paardje 6 gaat niet redden. Maar de paardenglitch werkt nog steeds. Alle glitches tot nu toe werken nog steeds. Helemaal super. Hey, ga eens kijken hier beneden in de afspeellijst. Deze money glitches werken nog. Thank you, daddy.